Een heel goede avond. Dit is Ter Zake. Op de Leuvense Oude Markt hebben de studenten gisteravond nog eens goed gefeest. En dat wordt niet in dank afgenomen. Ik heb eigenlijk heel de avond hier gezeten en voor zover ik weet, de terrassen rond mij zaten echt wel de hele avond helemaal vol. Dus ja, dat gaat toch op heel de Oude Markt een paar duizend man geweest zijn, denk ik. Wat brengt de winter? Een vraag voor rector Luxels en viroloog Mark van Ranst. Terwijl de cijfers in Europa ongunstig evolueren, houden China en ook Japan het virus dan weer uitstekend onder controle. En al die takeaway maaltijden of bezorgd via een app, waar worden die eigenlijk bereid? Straks het verhaal van de dark kitchens. Het zit verstopt. Hè. We zitten hier ook eigenlijk in een soort achterhuis, hè, een aanbouw. Van op de straat is het totaal niet te zien dat er hier eten wordt voorbereid. Iemand die hier op straat voorbij wandelt, die heeft geen flauw benul van wat er hier zich allemaal afspeelt. Het is vrijdag 9 oktober. Hartelijk welkom. Waanzin, hallucinant en rampzalig. Het zijn harde woorden die vallen in de vele reacties op wat zich gisteravond afspeelde op de Oude Markt in Leuven. Het was voorlopig de laatste keer dat de Leuvense studenten tot 1 uur op café konden gaan, want sinds vandaag gelden strengere maatregelen met onder meer een vervroegd sluitingsuur. En dus werd er uit de bol gegaan, niet bepaald coronaproof. Deborah Votken. De Oude Markt in Leuven gisteravond en de Oude Markt vandaag. Vanavond moeten de cafés om 11 uur dicht. Gisteren was dat voor de laatste keer om 1. En dat werd gevierd. Vaak zonder mondmasker en zonder sociale afstand. Ja, iedereen beseft wel dat echt de laatste avond was dat het tot zo laat open mocht zijn. Dus ja, iedereen had wel redelijk wat gedronken. En ik dacht van ja, als ik door heel die zatte bende moet gaan, toch liever iets vroeger naar huis dan. De cafés hier hebben nogthans flink geïnvesteerd om een cafébezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen. Ja, wij vragen hier aan alle klanten om even te wachten tot we hun komen halen. En dan kunnen wij vragen om de handen te ontsmetten en de contactgegevens in te vullen op onze website. Dan zijn we zeker dat dat in orde is. En dan brengen we ze naar een tafeltje die vanaf vandaag per 4 zijn. Vroeger moesten we sluiten om 1 uur, dus dan deden we een laatste ronde om te bestellen om 12:30. Maar nu moeten we sluiten om 11 uur, dus zal dat wat vroeger zijn. Sluiten om 23 uur in plaats van om 1, daar ziet niet iedereen hier het nut van in. Voor 11 uur kun je geen corona krijgen en na 11 uur wel. Dat slaagt volgens mij op niks. Of dat dan nu 11 uur is, of dat dan nu 1 uur is, of dat dan nu 3 uur is. Allee, dat sluitingsuur, daar zie ik de zin niet van in. Integendeel, ik denk dat dat zelfs voor meer problemen gaat zorgen. Het probleem vooral gaat zijn van cafés sluiten om 11 uur, zoveel mogelijk nog drinken en dan naar kot en daar verder doen en dan komt de politie wel langs door nachtlawaai bijvoorbeeld. Dat gaat denk ik de trend worden. Iedereen komt tegelijk op straat, dat is een massa die samen naar huis gaat. Hoe kan dat nu veilig zijn? Nu met 1 uur zouden we nog kunnen zeggen, ze hebben genoeg gedronken en ze kruipen in hun bed. Maar er is niemand dat om 11 uur in zijn bed gaat kruipen. Hè? Dus volgens mij gaan die weer samenhoeken op hun kot of bij iemand thuis. Dus ik denk eigenlijk dat dat... Eigenlijk is dat een slechte regel. Op de KU Leuven geldt vooralsnog code geel, wat staat voor een laag risico. Maar de nationale coronacijfers stijgen wel. Wie de beelden van gisteren bekijkt, kan eraan twijfelen of die alarmerende cijfers hier al wel zijn doorgedrongen. Ik heb er al een tijdje niet meer gezien, omdat ik het nieuws niet echt volg. Maar ik krijg wel vaak een update van thuis uit. En het schijnt wel dat ze terug vrij snel aan het stijgen zijn. Dus ja, het is wel een beetje schrik, want alleen een tweede lockdown zie ik wel niet zitten. Nee. Ja, die zijn jong, hè. Ik bedoel, die staan daar zo niet bij stil, denk ik. Hè. Maar de echte vaste Leuvenaar die op café komt, die zijn daar zeker mee bezig en die zijn daar zich zeer bewust van.
Strenge of minder strenge coronamaatregelen. Het studentenleven met sluitingsuren en online lessen zal er ook dit academiejaar weer helemaal anders uitzien. Ik ben ook zo op een moment gekomen dat ik er vrede mee heb en het niet meer echt mis of zo. Ik kom wel graag nog eens iets drinken met vrienden op café of zo, maar meestal blijf ik dan ook niet meer tot één, omdat ik ook gewoon niet meer kan wakker blijven zo lang. Dus, ja, ik vind dat wel jammer, want online is echt wel heel anders dan in de aula te zitten. En ja, gewoon die uw weg daar naartoe, naar school gaan, terug thuiskomen, dat zo. Nu zit je gewoon in je kamer, je kijkt je online les en je zit nog steeds op dezelfde plaats. En dat vind ik wel moeilijk om dat te volgen. En als je dan op café kunt gaan? Ja, dan doe je dat wel eens, hè. Ja, en bij ons de Leuvense rector Luc Sels en viroloog Mark van Ranst. Ja, professor Sels, ik begin bij u. Dit moet een rector, denk ik dan, ontgoochelen en zelfs misschien wel triest maken. Vanmiddag vooral boos. De boosheid is stilaan wat weggegaan, maar enorm ontgoocheld, absoluut. En ik vind dit vooral heel erg jammer voor de overgrote meerderheid van de studenten die zich wel aan de regels houdt. Want ik moet wel zeggen, ik denk dat Mark het daar met mij ook eens zal zijn. We hebben eigenlijk in Leuven wel een mooi parcours gelopen de voorbije weken. We zitten nu op 95 gemelde besmettingen op 45.000 studenten sinds het begin van het academiejaar. En hebben eigenlijk een ongelooflijk goede samenwerking met de stad en de politie. Vooral ook met de studentenverenigingen, want die hebben het onmogelijke gedaan onder heel strikte regels om toch een veilig sociaal studentenleven mogelijk te maken. En dan dit krijgen. Ja, ik ga dit echt wel. Ik ga het verhaal dat we tot hiertoe geschreven hebben niet door die donderdagavond laten kapen. Mm-hmm. Ik wil van wat nu gebeurd is morgen terug een kans maken. Weer terug inzetten op sensibilisering. En okay. Niet doen of dat dit niet gebeurd is. Het is gebeurd en het is heel pijnlijk. Mm-hmm. Maar zorg dat dit ons nog meer waakzaam maakt. Ja, we gaan daar meteen verder op in. Professor van Ranst, ja, er werd gewezen op dit zeer goede parcours. Je zou ook kunnen zeggen, ja, dit is nu plots de overpoort 2.0. Wel, dat is het natuurlijk wel een beetje. Hè. Men heeft dat in Gent ook gezien. Dit zat er natuurlijk wat aan te komen ook, omdat ja, men heeft een beslissing van de regering. En dan, ja, dan heb je 2 dagen vooraleer die beslissing ingaat. We weten dat die beslissing dan op een bepaald moment ingaat. En dan gaat men, net zoals met de eerste lockdown, gaat men dan nog lockdownfeestjes doen. Terwijl voor alle men eigenlijk goed weet dat dat niet goed is. Hè. Want we hoorden hier, het is inderdaad een bepaalde minderheid die de rest in een slecht daglicht stelt. Toch is het een belangrijke vraag. We zien hier de jongeren buiten. Vele van hen dragen mondmaskers, vele van hen ook niet. Hoe gevaarlijk is het wat hier gebeurt? Die vraag die krijgen we natuurlijk bij elke betoging, bij elke manifestatie. Dat risico is niet nul. Wanneer het buiten is, dan moet je dat ook een beetje kunnen relativeren. Maar het oogt niet goed. Dat, laat dat heel duidelijk zijn. Ja, maar binnenkort... het concrete gevaar, zegt u, want we weten wat er gebeurt. Hè. Deze jongeren, daar wordt altijd op gewezen, die gaan naar huis, naar ouders en grootouders. Wel, die zijn nu vandaag vertrokken. En die gaan nu vandaag naar de ouders en later naar de grootouders. Ja. En dat is eigenlijk het punt waar wij vanaf dag 1 trouwens met veel hulp van Mark en zijn collega's op ingezet hebben. Dat is wijzen op, ja, erop wijzen dat dit niet alleen over hun gezondheid gaat, maar over eenieders gezondheid en vooral de gezondheid en de risico's voor de meest kwetsbaren in de samenleving. En je moet niet ver denken, wij hebben allemaal kwetsbare personen in onze families. Die boodschap blijven we erin brengen. Die komt echt ook aan, want ik moet zeggen, in onze auditoria verlopen de lessen vlekkeloos. Op onze campus is het echt bewonderenswaardig. Ik moet ook zeggen, de mondmaskerplicht bijvoorbeeld, die geldt in centrum Leuven, maar die wordt ook opgevolgd buiten centrum Leuven. Dus ik zie heel veel studenten de hele dag door met dat mondmasker oplopen. Als we het dan hebben over deze specifieke groep en de omstandigheden waarin het gebeurt, wordt er dan genoeg gehandhaafd? En zal dat de komende weken genoeg gebeuren? Want dat is eigenlijk wat de regering wil. Hebt u daarover samengezeten met politie of burgemeester Idouani? Ja, misschien aangeven wat wij gisteren gehad hebben. Dat hebben wij ook gehad de avond voor de lockdown in maart. Mm-hmm, klopt. Dus ik denk dat er hier echt wel een incident is dat ook wat door de omstandigheden ontstaan is. Met een toevloed naar die oude markt die niemand voorzien had en die de politie niet onder controle gekregen heeft. Ik moet wel zeggen, wij zitten wekelijks en soms herhaaldelijk met de burgemeester en de politie samen. Werkt heel goed. Ik moet zeggen, lokale besturen goed af voor wat zij doen deze dagen. En wat zegt de burgemeester? Ik heb hem opgebeld en zij overwegen nieuwe acties natuurlijk.
acties. Maar zoals ik Mohamed Ridouani ken, rustig blijven. En vooral zien dat wat goed gelopen heeft tot vandaag, dat je dat niet meteen afzweert. Ja, we hebben goede protocollen die we universiteit en stad samen afdwingen. Okay. De politie, dat moeten we toch ook wel in rekening brengen, die hebben nachtshiften te draaien. Mm-hmm. Die hebben een bijzonder zware periode. En doen het maximum mogelijke. En tot hiertoe met een heel goed gevoel. Ja, waar het nu over gaat, als laten we naar de toekomst kijken. Ja. We horen het in de reportage, het wordt ook toegegeven. Ja, het plezier zal verder gezet worden de komende weken indoor, laten we het zo noemen. Toch? Dat is een risico, absoluut. En wat kan men daaraan doen dan? Blijven wijzen op de risico's die zich stellen en die men creëert voor anderen. Blijven proberen af te dwingen. En daar heeft de politie heel duidelijke instrumenten voor. Wie zal daar optreden? Van zodra er kotfeestjes zijn, en ze zijn bekend buiten de muren van dat kot, dan treedt de politie op, absoluut. En de boetes zijn niet min. Mm-hmm. En ook wij zijn momenteel bezig om onze eigen tuchtreglementen aan te scherpen, om zo nodig ook vanuit de universiteit te kunnen optreden in dit soort gevallen. Want het zijn risico's voor anderen die men creëert. En dat moeten we erin krijgen. Mm. En nog belangrijker, men ondermijnt eigenlijk het onderwijsmodel dat wij momenteel hebben. En zonder dat onderwijsmodel hebben we geen studentenleven meer, geen horeca meer. Okay, dus de impact voor de stad is gigantisch, maar ook de impact op de studenten zelf is gigantisch. Oké. Professor Van Ranst, ja, als we dit horen, het wordt een moeilijke winter ongetwijfeld. Toch zou je kunnen zeggen, ja, dit gaat over intelligente mensen die ook heel de voorgeschiedenis hebben meegemaakt en weten wat er op ons afkomt. Is het genoeg om te sensibiliseren en te controleren? Dit zijn allemaal volwassen mensen. Ja, dat moet je duidelijk maken. Zij kennen ook wel de situatie. Heel velen onder hen hebben geredeneerd van, of diegenen die daar waren, van we gaan dit nog één keer doen en dan gaan we ons aan de regels houden. Dat is wat veel mensen zoals ook zeggen. Zoals het al is gebeurd. Ja. Ja. Daar moet je dan ook op rekenen. Maar dan hadden ze dat één dag vroeger kunnen doen ook, ja, van daarmee op te passen. Okay. En dit zien we in alle segmenten van de samenleving. Hè. De grote barbecues achter de gevels van de huizen of in de tuinen. Of wat ik soms in Dienland zie met massas toeristen of aan de kust. Ja. Dat is eigenlijk allemaal vrij gelijkaardig. Dus het speelt zich overal af. En de coronamoeheid stimuleert dat natuurlijk ook wel wat. Dus dat blijft opletten, absoluut. Oké. Okay. Ik wil u beiden, laten we samen eens kijken naar het bredere plaatje, een grafiek tonen. Kijkt u even mee van Scienzano met zeer interessante cijfers die daarop zijn te zien van het aantal besmettingen. We zien in juli de curve onder controle, daarna een stijging tot nu het laatste blokje met een frappante toename in de derde week van september, professor Van Ranst. U weet wat dat betekent, hè, die week? God. Want dat is de opening van de hogescholen en de universiteiten. Ja. Maar dat zie je niet in de cijfers wanneer je kijkt per leeftijdscategorie. Ja? Dan, dat valt eigenlijk nog mee. Ja. Wanneer je kijkt van wat er aan de universiteiten zelf gebeurt. Maar wat zegt deze grafiek dan? Want die is toch sprekend voor die derde maar tegelijkertijd zijn er wel een heleboel andere dingen gebeurd ook. Ja, er komen mensen terug van op reis. Die infecties manifesteren zich. Dat gebeurt ongeveer op hetzelfde moment. Er komt een zekere coronamoeheid, reactie op maatregelen, openbrieven. Al die dingen. Niet één van die factoren, maar wanneer je ze allemaal samentelt, dan krijg je deze curve. Het is te gemakkelijk om erop te zetten. Opening hogescholen, opening universiteiten. Ja, en dat geeft deze problemen. Het gaat toch om jongeren waar het ook duidelijk op dit moment aanwezig is, blijkt uit de cijfers. Ja, zeg maar. Maar als je nu, neem nu Leuven, toch wel de studentenstad. Ja. Met excuses aan al die andere steden waar studenten... Ja, want er zijn er nog, hè? Er zijn er nog, professor zelfs, ja. Maar kijk, de cijfers voor Leuven, stad, de lokale bevolking, die zijn vergeleken met de andere centrumsteden erg goed, voor zover we de term goed mogen gebruiken in deze tijden. Wij doen samen met UZ Leuven, KU Leuven rioolwatertesten. Vandaag de nieuwe cijfers binnengekregen. Die zijn op dit moment verre van alarmerend. Als ik kijk naar de besmettingen bij onze studenten zelf, dat blijft laag. Dus dat toeschrijven aan de opening van de hogescholen en universiteiten, dat klopt niet. Het is wel een bijkomende risicofactor. Een opflakkering in een stad als Leuven, ten gevolge van de studentencirculatie, dat is een voortdurend risico, dat weten wij heel goed. Dat is ook de reden waarom wij vanaf nu elke dag 300 studenten testen, op het rectoraat trouwens, niet in mijn kantoor, maar één verdieping lager, in een gezamenlijke testsite die we opgebouwd hebben. En dat wordt hebben. Toevallig bepaald?
Nee, het zijn studenten die ofwel heel licht symptomatisch zijn of die via bijvoorbeeld de contact tracing aangezet worden om zich te laten testen. Maar om op die manier echt wel goed kunnen opvolgen hoe een en ander zich beweegt en hoe dat evolueert. En dat is heel belangrijk voor de winter. Ja, in die zin is een heel belangrijke vraag. Hè. Momenteel geldt code geel voor de universiteit, de campus in Leuven. Ja. Denkt u dat dat kan volgehouden worden? Voorlopig nog wel, met de huidige cijfers. Mm-hmm. Want op andere maar wij campussen vergaderen van elke... is er nee, wel want een code oranje. Hè? Kijk, ik ben voor een heel fijnmazig model. Om je een voorbeeld te geven, Brussel zoals stedelijk gewest, heeft vandaag beslist, en ik vind dat een heel merkwaardige beslissing, en ik steun ze niet, om alle universiteiten en hogescholen in de code geel te houden in Brussel. Wij hebben een heel grote campus in Brussel, die zit in oranje. Mm-hmm. Ja. Dus waar wij het nodig vinden, leiden wij de dans en zullen wij naar een hogere pandemie... code gaan. In Leuven is dat op dit moment nog niet nodig, maar we zijn elke week opnieuw klaar om die stap te zetten. En dat betekent denk ik dat meer het wel eens studenten zou... weren uit de dat aula's, betekent, meer online lessen. Dat betekent opnieuw... lagere bezettingsgraden. Alleen vind ik dat nu geen oplossing en misschien zelfs eerder een bijdrage aan het probleem. Want het is niet in die auditoria dat het virus zich verspreidt. Het is buiten die auditoria. Mm-hmm. En door dat onderwijs te laten plaatsvinden... hebben we een activiteit voor die duizenden studenten die sowieso in Leuven aanwezig zijn. Dus ik ben momenteel voorstander van behoud van die code. Oké, dat is duidelijk. Professor Van Ranst, in Wallonië intussen, waar de situatie ook ernstig evolueert... erger is dan in Vlaanderen. Wordt er nagedacht over een avondklok, ofwel voor het hele gebied, of wel specifiek voor de studentenbuurten? Ja, u hebt zelf ook al eerder gepleit van een soort van lockdown behoort wel tot de mogelijkheden. Ja. Denkt u daarvan? Lockdown, dat zijn lockdown-achtige maatregelen natuurlijk. Het is ook wel zo dat de epidemie, het zwaartepunt, ligt momenteel in Wallonië. Dat is heel anders dan bij de eerste golf. Ook in een paar studentensteden, dus dat kunnen we moeilijk ontkennen. En dan gaan we proberen, of gaat men proberen daarvan, getitreerde maatregelen te nemen. Zoals men ook in Brussel heeft gedaan met het sluiten van de cafés. En dan is zo'n avondklok één van de mogelijkheden. In Nederland denkt men daar ook aan. Plots wordt dat terug weer een populair concept. Wat natuurlijk altijd op geweldig veel tegenstand gaat botsen ook. Dat moeten we ook wel onder ogen durven zien. Maar het zou ook breder in Vlaanderen bijvoorbeeld tot de mogelijkheden kunnen behoren, volgens u? Ik denk alle mogelijke dingen liggen op tafel. Dat is dan de taak van de politiek om in dat gamma aan maatregelen wat we kan nemen, de goede mix van maatregelen te gaan vinden. Er is niet één toverstokje wat je kan gebruiken om dit probleem te laten weggaan. Mm-hmm. Ik wil u nog een kort fragmentje voorleggen van premier De Croo, die vanavond in het journaal zat. En het ging op een bepaald moment over het opdrijven van het aantal testen. En hij zei daarover dit. We doen nu ongeveer 35.000 testen per dag. Als je dat internationaal vergelijkt, die testcapaciteit, daar zitten we zeer, zeer hoog. Maar dit legt zeer veel druk op ons ziekenhuissysteem. Minister Van den Broeke is aan het kijken op welke manier hij daar een stuk een oplossing kan bieden. Want dit is zwaar voor ons, voor iedereen die in de medische wereld werkt. Maar het is heel duidelijk, tegen het eind van de maand wil ik dat die capaciteit verdubbeld is. En we zijn alles aan het klaarmaken om die capaciteit te kunnen verdubbelen. Ja, dat betekent 70.000 testen. Tegelijkertijd zijn er vandaag de berichten, onder meer in de Morgen, dat er gewoon niet voldoende personeel is om dat uit te voeren en haalbaar te maken. Dit plan is al een tijdje aan het rijpen om een soort van nationaal platform, noem het dan nationaal platform BIS, want daar is er al één geweest, om dat terug in gang te draaien op een heel aantal sites. En daar wordt dan personeel voor aangeworven, Natuurlijk, elk van die centra die vist in hetzelfde vijvertje. Mm-hmm. Men kijkt niet enkel naar medisch laboratoriumtechnologen, want die zijn onvindbaar. Dus men gaat daar wat breder kijken qua expertise. Professor Sels, ik laat u nog even hierop ook reageren. Is dat iets wat u zorgen baart? De testcapaciteit? Mm-hmm. Ik moet zeggen, wij staan nu toch wel op het punt van naar een capaciteit van 1500 testen per week te gaan. Dat is niet min 300 studenten per dag. Wij schakelen ook onze masterstudenten geneeskunde in, dus er is nog wel een stuk capaciteit die we daar kunnen genereren. Maar inderdaad, het kunnen volgen van de verdere evolutie van die pandemie op het vlak van testen en dan vooral de analyse nadien, dat is een absoluut zorgpunt, zeker voor de winter. Ik zie nog een ander
een andere Achilleshiel, en dat is de contact tracing. Toch? Waarbij toch wel, ja, als ik nu kijk, zelfs op de schaal van onze studentenpopulatie, het is toch een bijzonder arbeidsintensieve opdracht om die contacten allemaal te leggen. En daar zijn we de capaciteit enorm aan het opdrijven. Maar ik zie geen alternatief. Wij roepen onze studenten ook echt massaal op. Ik herhaal dat hier graag nog eens, om de corona-app te installeren. Zodanig dat we tenminste meer capteren en van daaruit ook sneller de juiste groepen kunnen aanspreken. Mm-hmm. Dat is erg belangrijk om snel te kunnen ingrijpen, snel in quarantaine te kunnen plaatsen en die winter op een wat geordende manier in te gaan en weg te blijven van code rood. Oké, dat begrijp ik en dat is een duidelijke oproep. Professor Sels, ik neem hier al afscheid van u. Hartelijk dank voor uw komst. U vraag ik nog even mee te kijken, want we gaan het nog hebben over China. China, waar het allemaal begon. Daar heeft het normale leven zich weer helemaal hervat. Sinds half augustus zijn er geen nieuwe besmettingen meer in China. Reizigers die uit het buitenland kwamen, buiten beschouwing gelaten. In China kijken ze momenteel met grote ogen naar Europa. De coronacijfers hier staan in schril contrast met die in China. En ook Japan doet het momenteel zeer goed. Willem van Mullum en Vicky van den Berg. De afgelopen 14 dagen tellen we in ons land zo'n 262 positieve gevallen per 100.000 inwoners. In de VS ligt dat cijfer op 190. Kijken we naar het Verre Oosten, dan zien we dat Japan 5,6 positieve gevallen telt per 100.000 inwoners. Zuid-Korea net geen 2. En China zit zelfs op 0,02 positieve gevallen per 100.000 inwoners in de laatste 2 weken. Ja, op het vlak van corona gaat het eigenlijk goed hier. Het is niet voorbij, uiteraard. Het kan nog altijd weer heropflakkeren, ook in China. Maar in ieder geval, sinds 16 augustus is hier geen enkele lokale besmetting vastgesteld. Dus toch al meer dan 50 dagen. We krijgen wel elke dag melding van nieuwe besmettingen, meestal een tiental. Maar dat zijn altijd reizigers die vanuit het buitenland China binnenkomen. In China hebben ze net een week vakantie achter de rug. Miljoenen Chinezen trokken er hun eigen land op uit. Hoe houden ze de cijfers dan onder controle? Er wordt in China een heel hardhandig indammingsbeleid gevoerd. Aanvankelijk hebben ze het in Wuhan te ver laten komen, te lang dat virus genegeerd. Toen zag de overheid eigenlijk geen enkele andere optie dan een lockdown. Die heeft erg lang geduurd, dat was heel erg streng. En men heeft toen bij de overheid gezegd dat willen we absoluut een tweede keer vermijden. Men heeft die lockdown lang laten duren, zodat het aantal besmettingen tot ongeveer nul is gezakt. En wat men daarna heeft gedaan is, zodra er ergens één enkele besmetting opduikt, daar eigenlijk heel snel op toeslaan. Als dat in een bedrijf is, wordt het hele bedrijf gesloten. Of als het in een woonwijk is, de hele woonwijk. Als er meerdere gevallen zijn, zelfs een hele stad. Een soortgelijk verhaal horen we vanuit Japan. Daar hebben ze ondertussen al een tweede golf achter de rug. Vandaag zijn er zo'n 140 gevallen gevonden. Dus het is niet volledig onder controle, maar het is niet een situatie zoals je dat ziet. Zoals in bijvoorbeeld India en de Verenigde Staten, waar het volledig buiten controle is. Ook in Japan is het een combinatie van streng en snel beleid en grote discipline bij de bevolking. Nou, de focus ligt hier op het vinden en het heel agressief aanpakken van clusters. En vooral het traceren van de zogenaamde superspreaders. En dat lijkt er dus verre zeer goed te werken. De meeste mensen houden zich ook aan de maatregelen. Op straat kom je eigenlijk niemand tegen zonder een mondkapje. En veel mensen blijven nog steeds veel thuis. Verder zijn de grenzen vrijwel geheel gesloten. Hoe kijken ze dan vanuit het oosten naar de stijgende cijfers in Europa? Vol onbegrip. Ik krijg daar eigenlijk dagelijks vragen over. Zij snappen niet waarom Europa het virus niet onder controle krijgt. Zij snappen niet waarom er heel erg lang gedebatteerd moet worden over mondkapjes, wat voor hen een heel klein maatregel lijkt. Nou, het is onwerkelijk als ik de nieuws zie in België, Nederland, de Verenigde Staten, de rest van Europa. Ik ben eigenlijk best wel blij dat ik hier zit tijdens deze pandemie. De regels zijn vrijwillig, maar mensen houden zich er doorgaans goed aan.
Net vandaag stapt China in het wereldwijde vaccininitiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat programma wil tegen eind 2021 2 miljard vaccins wereldwijd beschikbaar maken en richt zich vooral op landen die daar moeilijker toegang tot zouden hebben. Ondertussen gaat het in China hard in de zoektocht naar dat vaccin. China staat ook redelijk vooraan in die wereldwijde jacht op het vaccin. Op dit moment zijn er wereldwijd 9 bedrijven wiens kandidaatvaccin in fase 3 van het onderzoek zit. Dat is de laatste fase en 4 daarvan zijn Chinese vaccins. Maar wat ook bijzonder is, is dat China nu eigenlijk al allerlei risicogroepen aan het vaccineren is. Ook al is dat vaccin of dat onderzoek nog niet afgelopen. Douanebeambten, vliegtuigpersoneel, medisch personeel worden nu al gevaccineerd. En het zou om honderdduizenden mensen gaan. Ja, eerst en vooral, het kan verkeren. In China wordt er nu naar ons gekeken. Situatie onder controle daar. Men neemt natuurlijk geen halve maatregelen. Nee. Is dat het geheim? Dat is inderdaad het geheim. Hier waren we in de zomer blij dat we tot ongeveer 80 nieuwe besmettingen per dag waren geraakt. U zal zich herinneren dat ik toen heb gezegd, dit is oncomfortabel veel. Want dan krijg je opflakkeringen. Dus de les die we hieruit moeten trekken is dat we verder moeten kunnen doorgaan. En niet elke keer bij de minste sprankel hoop of de minste verbetering onmiddellijk beginnen versoepelen. Dat was fout. Dat was fout. Tegelijkertijd kan je zeggen, zoals het daar gebeurt, dat is hier onmogelijk. Wel, zoals men het in China deed, dat is natuurlijk heel moeilijk om dat bij een bevolking zoals de onze dat erdoor te krijgen. Laat dat heel duidelijk zijn. Dat was ook op een extreme manier opgelegd. Dat was een extreme manier en dat hoeft ook niet een voorbeeld te zijn. Japan is misschien al wat meer een voorbeeld. Daar is dat toch wel een heel stuk meer onder controle dan hier. Met maatregelen die, ja, die streng, maar toch ook wel rechtvaardig en gerechtvaardigd zijn. Dat vooral. En de andere mentaliteit. Dat is duidelijk. Een heel andere mentaliteit, dat is duidelijk. Ja. Ja, laten we ook even ingaan op wat we hoorden over dat vaccinatieprogramma. Toch wel opmerkelijk dat ze in China bezig zijn met risicogroepen en dat daar vaccinaties worden toegediend. Hoe moeten we dat zien? Wel, dit maakt voor hen deel uit van een soort van uitgebreid fase 3 onderzoek. Dus nog een uitgebreid onderzoek vooraleer het eigenlijk op de markt komt. En zij kiezen ervoor om nu al risicogroepen in die finale studies dan in te sluiten. En bon, ja, dan, natuurlijk, ze zijn dan ook gevaccineerd. Hè. Ja. Hoe ver staan ze eigenlijk in dat onderzoek? Als we horen van 4 potentiële Chinese vaccins, kan je tegelijk ook zeggen, ze staan er heel wat beter voor dan wij op dit moment? Wel, ze zijn natuurlijk ook met veel volk, dus ze gaan ook veel vaccins nodig hebben. Maar 4 van de 9 die momenteel kandidaat vaccins zijn en waar de kans dat ze de eindstreep halen gerechtvaardigd is, komen inderdaad uit China. Voor hen is het ook een geopolitiek manoeuvre om te tonen dat zij een wereldmacht zijn en ook op het gebied van wetenschap vaak niet moeten onderdoen voor wat anderen kunnen. Ja. Dus dat oude idee van zij maken enkel dingen na, is al lang niet meer waar. Niet meer waar. Wanneer zullen zij een volwaardig vaccin volgens u op de markt brengen dan? Dat gaat niet veel vroeger zijn dan de rest van de wereld. Ja, u herinnert zich ook dat Rusland, dat die met hun Sputnik-vaccin daar ook al reclame voor hebben gemaakt. Maar het zal allemaal 2021 zijn. Ja, de ene gaat daar een paar maanden vroeger dan de andere mee zijn. Om te beginnen vaccineren, dat is niet de kunst. De kunst gaat zijn om honderden miljoenen, nee, eigenlijk miljarden, vaccins te maken. En dat gaat overal een tijdje duren. Ja, en hoe die dan verdeeld worden, dat is een debat dat zeker nog moet gevoerd worden. Mark van Raans, dank u wel. Dank u. En ik hoef het u niet te vertellen, het zijn zware tijden voor de horeca. Er zullen grote verliezers zijn, maar er zijn ook overlevers en winnaars zelfs. Want sinds de lockdown hebben populaire takeaway- en deliveryzaken het zelfs moeilijk om de stijgende vraag bij te benen. Maar wat zit er achter die bestel-apps en komt uw bestelling wel uit het restaurant dat u voor ogen hebt? We nemen u mee naar de dark kitchens of de spookkeukens van het virtuele restaurant. Sophie Vaas en Stijn Valk. De hele wereldkeuken in de palm van je hand. Waar dan ook, wanneer dan ook. Eten in de stad is flexibeler dan ooit.
geen tijd of zin om op restaurant te gaan? Geen probleem, het restaurant komt naar je toe. Meer en meer zie je ze rondrijden in de grote steden. Koeriers op de fiets of de brommer, pendelen tussen restaurant en voordeur. Maar waar komt die hopelijk nog warme maaltijd vandaan? Welke keukengeheimen schuilen er achter de koeriers en de apps? Wie volgt die vindt? Ici, c'est le restaurant Dark Kitchen. Ça existe sur Uber Eats. Tous les autres restaurants qu'on a ici, ils n'existent nulle part. Juste ici. Je fais Uber et Deliveroo depuis plus d'un an. Et on a remarqué que cette année, il y a de plus en plus de Ghost Kitchen, que ce soit ici à XL ou bien à Etterbeek ou même au centre-ville. C'est juste un truc qu'on voit de plus en plus, quoi. Vraiment. Ghost Kitchens of Dark Kitchens. Donkere spookkeukens. Het klinkt wat heimelijk en niet meteen smakelijk, maar het is gewoon doorgedreven keukenlogica. Helemaal op maat van het snelst groeiende horecasegment. De maaltijden aan huis. Là, c'est du barbecue, c'est un peu de poulet, un peu de wing, un peu de tout, quoi. Je crois que ça a commencé il y a deux ans et demi. Les premiers restaurants comme ça. Et après, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Dit is een enorm populair Brussels restaurant. Je kan er alleen niet komen eten. Deze beperkte ploeg maakt van alles en nog wat. Van Amerikaanse kippenvleugeltjes tot Japanse gyoza's. Het is de keuken achter een hele reeks online restaurants. Ici on a 14 cuisines, bientôt 15. Moi je suis arrivé avec deux restaurants. Donc j'ai ouvert le 3e jusqu'au 14e et là on a un petit 15e qui arrive. Pour le restaurateur, forcément c'est que la nourriture part plus vite. Il y a moins de temps d'attente, il s'embête pas en quelque sorte entre guillemets avec les clients dans le restaurant. Il y a moins de staff aussi. Généralement, les Ghost Kitchen, vous pouvez voir 3-4 employés grand max, ce qui forcément réduit les coûts en quelque sorte. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, on ne va pas dire que c'est un restaurant, c'est vraiment une sorte de cuisine, un commerce, donc j'imagine que niveau loyer, c'est plus rentable. Aangedreven door internationale online courierplatformen zoals Deliveroo, Uber Eats of Takeaway.com gaat de delivery-trend door het dak. Het gaat zo hard dat restaurants alleen met super-efficiënte keukens de toenemende orders kunnen blijven volgen. Voor investeerders zijn de prognoses van de virtuele keukenindustrie om van te likkebaarden. Deze groeicijfers houden zelfs nog geen rekening met de coronacrisis en bijhorende lockdowns. We treden nu het atelier, voormalig eigenlijk traiteurszaak. Mensen zijn op pensioen. Voldoende ruimte, dus om het met z'n allen hier lekker knusgezellig te maken, zoals je direct zal zien. Tim van den Heuvel heeft een Indisch restaurant in Antwerpen en sinds kort ook één in Brussel, maar hier wel alleen online. Onder dezelfde merknaam als het echte restaurant in Antwerpen levert hij curry's in Elsene en omstreken. Vanuit deze keuken gedeeld met andere virtuele eetmerken. Zoals je kan zien, zitten nu met verschillende collega's samen in één gebouw. Dat is mooi ondergedeeld en this is where it all happens. Het zit verstopt. We zitten hier ook eigenlijk in een soort achterhuis, een aanbouw. Van op de straat is het totaal niet te zien dat er hier eten wordt voorbereid. Zelfs voor de koeriers was het in het begin een klein beetje zoeken. Nu kennen ze natuurlijk ondertussen allemaal de weg. Maar iemand die hier op straat voorbij wandelt, die heeft geen flauw benul van wat er hier zich allemaal afspeelt. Hier in Elsene schieten de dark kitchens als paddenstoelen uit de grond. Vlakbij de Europese wijk is dit een takeaway hotspot. Maar net het verborgen karakter stoort sommige buurtbewoners. Zeker nu er een grote speler zijn oog heeft laten vallen op deze voormalige autogarage. Voor dit gebouw zijn er plannen om hier dark kitchens achter te doen. 10 industriële keukens. En dit is een woonwijk waar allemaal gezinnen en families omheen wonen. Dus wij zijn het daar helemaal niet mee eens. Dit is een groot commercieel project wat voor de buurt zelf niks bijdraagt. Waarvan wij eigenlijk ook denken dat het voor Brussel niks gaat bijdragen. En zelfs niet voor België, want we denken van alle winst die zal wegvloeien naar... het moederbedrijf wat nu in Parijs zit en de bedrijven die daar weer achter zitten. En ik denk niet dat er echt veel voordelen hier in onze buurt overblijven. Ook niet voor de werknemers. Want als je ook weer ziet in andere landen voor de werknemers. Vaak slechte werkomstandigheden, laag betaald. Eerder slavenarbeid dan goede jobs.
In het buitenland kregen dark kitchens wel een wat kwalijke reputatie. Containerkeukens op een parking of braakliggend terrein. Slechte arbeidsvoorwaarden, bedenkelijke hygiëne. Dat is in elk geval het beeld dat komt overgewaaid. Het is misschien gewoon de toekomst die zich nestelt in de stad. Ja, we hebben al heel veel toekomst in Brussel. Hele goede toekomst, ja. Maar dit is geen onderdeel van die goede toekomst. Ik vind daar persoonlijk op zich totaal niets mis mee. Zolang dat eten lekker is, want daar blijft het gewoon om draaien natuurlijk. Denk ik dat het niet uitmaakt of dat het nu vanuit een restaurant komt waar dat er ook nog klanten zitten of uit een professionele keuken, want dat is het uiteindelijk wel. Dit zijn gewoon professionele restaurantkeukens van waar het eten vertrekt. Wij hebben momenteel nog geen voedselinspectie gehad. Wij zijn wel geregistreerd uiteraard bij het FAVV, maar wij zijn daar gerust op. Iedereen mag hier komen rondkijken. Alles gebeurt hier volgens de regeltjes. Ook aan het zuid in Antwerpen is er een dark of ghost kitchen bijgekomen. Casper, een knipoog naar het vriendelijke spookje. Dus je kunt ter plekke eten? Ja, ter plekke kun je niet eten, maar je kunt wel afhalen. Je kunt eten het is bestellen. Alleen ja, afhalen en delivery. Als je in de buurt woont, kun je het bij je thuis bestellen. Heb je Deliveroo of Uber Eats of een van die platformen? Nee, je spreekt tegen een mama van 75 jaar. Ik heb nog nooit iets gedeliverd gekregen bij mij thuis. Meer en meer wordt België een tekenweeland, ja. Zowel jongeren die ermee opgroeien, die dus er heel vertrouwd mee zijn, maar ik ben er zeker van dat de oudere bevolking, de 50, 60-jarigen, dat die ook hun weg vinden naar de Deliveroo's, naar de Uber Eats en dat dat ook meer en meer gewoon deel uitmaakt van hun eetcultuur. Het is gewoon een grote onbekende. Ik denk dat mensen op die manier daar wat tegen zijn. Maar ik denk eens het leren kennen en ook zien wat voor jobcreatie dat er zal zijn, dat omarmd zal worden. Werk zal er voor koeriers en keukenpersoneel in dark kitchens alleen maar bijkomen. Zeker na de nieuwe coronamaatregelen en het sluiten van klassieke horeca. Peut-être pour le patron, il y a un avantage. Mais pour nous les ouvriers, il y a pas d'avantage. Au contraire, c'est comme c'est du takeaway. Pendant le confinement, on s'est fait massacrer. Et comme maintenant les gens préfèrent la facilité, donc voilà, nous on travaille. Mais des avantages, je pense pas qu'il y en ait. Pour nous en tout cas. En daarmee hebt u heel ter zake gehad. Maar natuurlijk is er nog de afspraak op vrijdag met Ivan de Vadder. Ik wens u een heel fijn weekend.